Dag Adriaan. Dag Celia. Welkom in Vlaming Business Center in Tielt. Dank u wel. We gaan het hebben over Vlaming vastgoed in Nieuwpoort, want daar ben je bestuurder al meer dan... 10 jaar ondertussen. Proficiat, dat is al een hele tijd. Ja, dank u wel. Nieuwpoort is echt booming business. Er wordt enorm veel gebouwd, maar er is ook enorm veel vraag in Nieuwpoort nog altijd. Een zeer dynamische gemeente in ontwikkeling. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Nieuwpoort heeft 3 stadscentra. Je hebt eigenlijk Nieuwpoort Bad, de Zeedijk en de winkelcentrum. Dan gaan we langs de wandelpromenade naar Nieuwpoort Haven, het zeer rustig gelegen havendorp aan de bootjes. En dan kunnen we nog doorgaan naar Nieuwpoort, het historisch stadscentrum. En daar hebben we dan het culinaire en de viswinkels die zich ook kunnen profileren. Ja, er is heel veel te doen in Nieuwpoort. En jullie lanceren een prachtig project, Boathouse. Kun je daar misschien iets meer over vertellen en ook waar het juist gelegen is? Well, het is een fantastisch project. Waarom? Omdat het een van de laatste locaties is in Nieuwpoort met het zicht over het Maritieme Park en de Vaartdoel. Dus het is een van de laatste toplocaties in het havengebied die uitkijkt ook op het binnenpleintje. Het wordt een maritieme residentie, dus een maritieme stijl, maar geoptimaliseerd naar de wensen van de klanten. En wat zijn dan juist die wensen? We hebben gezien dat er heel veel vraag is naar buitenruimtes. We creëren heel mooie grote buitenruimtes, terrassen, 1 of 2, meerdere terrassen altijd per appartement. En we zien ook dat er heel veel vraag is naar lichtrijke appartementen. Het zijn niet altijd hoekappartementen, maar toch proberen we heel grote raampartijen te maken, omdat het dan een heel aangename leefruimte is in uw appartement. En je hebt ook waarschijnlijk een fantastisch uitzicht. Dat hebben we van binnen in uw appartement, maar ook van op die terras natuurlijk, een zicht over de Vaartdoel en het park. Ja. Nu iets dat ook niet onbelangrijk is, de prijs. We starten op een €375.000 voor een 2-kamerappartement. Die prijs varieert afhankelijk van de oppervlakte van het appartement en de buitenruimte, de terrassen en natuurlijk het zicht en het verdiep dat men kiest. Kan je dan ook je appartement personaliseren? Volledig. Je gaat zelf je indeling kiezen, je gaat zelf je elektrisch plan mee uittekenen met ons. We gaan vloeren, badkamer en keukens gaan kiezen bij onderaannemers. U wordt daarin begeleid om uw droomappartement te gaan personaliseren. Echt. Misschien goed om nog eens de troeven te herhalen? Uniek zicht, laatste locatie, dus de laatste kans om daar te kopen en in te investeren en een redelijke prijs. Ja, ik denk dat iedereen wel overtuigd is. Dank u wel, Celia. Bedankt voor de leuke babbel. Fantastisch. Dit project komt in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6%. Wil je nu zelf te weten komen of je ook in aanmerking komt, surf dan naar www.vlaming.be.